Yes, Hubert, of jullie kijken naar deze gloednieuwe update/ochtendvideo. Ik kreeg de vraag, waarom noem je het de hele tijd anders? De ene keer update, de andere keer ochtendvideo. Het is hetzelfde, het maakt niks uit. Super tof dat jullie er weer bij zijn. Smash natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Jullie hebben het gisteren gecrushed met 8000 plus likes. Heel erg bedankt daarvoor. Abonneren op dit kanaal kan natuurlijk ook hier beneden. En zak de veelgevraagd in de itemshop als je iets gaat halen. Met onze code, 5% van je aankopen gaat onze kant op. Wie onze code ook heeft gebruikt in de itemshop is Mout. Ik heb hem gekocht met jullie support en creator code. Hopelijk kom ik in de ochtendvideo. Hey Mout, het is je gelukt hoor. Namelijk, je zit in de ochtendvideo. En Mout, natuurlijk ook heel erg bedankt dat je onze code hebt ingevuld in de itemshop. Een dikke shout-out naar jou. Goed, de itemshop, laten we daar eventjes mee beginnen. De Mega Teamleader is terug. De Summer Drift zit er natuurlijk weer in. Maar ook een nieuwe skin, namelijk de Safari skin. De Safari, hoe je hem ook wil noemen. Ja, gewoon een skin die ik wel weer ga halen hoor. Ik vind dit weer een leuke skin. Dus die heb ik ook in mijn locker zitten nu. Lekker, lekker. Daarnaast ook nog andere skins natuurlijk. De Whiteout, ook een toffe skin. De Slingshot, ook tof. De Feeling Jaunty. Ja, gewoon toffe, een toffe itemshop kunnen we wel zeggen. En wanneer je iets gaat halen, je kunt overwegen om onze code te gebruiken. Je kunt ook iemand anders zijn code gebruiken. Maar zoals ik zeg, zorg ervoor dat die code is ingevuld. Goed, laten we doorgaan naar het eerste topic. Ik heb niks. Nou ja, ik heb wel een paar dingen, maar niet heel erg veel. Laten we direct gaan starten. Het eerste dingetje gaat er eventjes over dat Epic Games natuurlijk weer terug is van vakantie. Ze zijn gisteren eigenlijk alweer teruggekomen. Ze zitten op dit moment weer in hun studio waarmee ze natuurlijk, waarin ze de game bouwen, et cetera, et cetera. Maar in ieder geval, ze zijn nu aan het testen. Jawel, voor de V13.30 update en ook voor de V13.40 update. En ja, dat is super nice, want dat gaat inderdaad betekenen dat we de 13.30 update binnenkort gaan krijgen. Ik denk dus inderdaad niet deze week, ik denk volgende week. Heel misschien deze week, maar ik gok het dus niet. Ik denk dus volgende week. En ik heb het daar natuurlijk al eerder over gehad wat we daarin kunnen verwachten. Hier zegt Tiger HyperX ook dat we deze week wel een aantal dingen kunnen verwachten. Bijvoorbeeld dat het waterlevel naar beneden gaat, naar level 4. De Aquaman komt erin, volgens mij. De Black Manta skin, die komt eraan. De Renegade emote, die komt ook binnenkort in de item shop. En Epic Games, even kijken. Oh ja, auto's komen in de nieuwe update. Dus volgende week auto's, water wat naar beneden gaat, et cetera, et cetera. Toffe dingen die eraan gaan komen. Maar we moeten nog heel eventjes wachten. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes over een challenge. Namelijk de challenge bij een kraan in Rickety Rick. Die kun je op dit moment niet meer doen. Namelijk het hele eiland daar is weg. Sinds dat het waterlevel zeg maar naar level 5 is gegaan. Dat was volgens mij een aantal dagen geleden gebeurd. Nou, in de week 3 zit een challenge waarbij je naar zo'n kraan moest. En dan moest je iets doen. Nou, dat kun je dus nu niet meer doen. Maar de challenge is vervangen voor een andere challenge. Dus als je nu naar die challenge gaat, dan staat er een andere challenge die je op dit moment dus wel kunt doen. Ze hebben dus de challenge vervangen. En dit confirmt dus ook dat ze toekomstige challenges gewoon kunnen vervangen. We kunnen er dus niet meer van uitgaan dat bepaalde dingen niet meer gaan gebeuren, omdat er nog een challenge daarvoor te doen is. Ik bedoel, ze kunnen gewoon de challenge nu veranderen. Dat is nu wel gebleken. Dus dat is wel een klein beetje jammer, maar goed, het is niet anders. In ieder geval, de challenge is weer te doen op een andere manier. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat erover dat de gouden mushrooms gedisabled zijn. Jawel, er is namelijk een 0.0001% kans dat je zo'n gouden mushroom vindt. Nee, dat is niet het exacte percentage, maar een lage kans dat je hem vindt. Alleen ze zijn op dit moment gedisabled, omdat er een bug voor is. Ze zijn dat aan het fixen. Waarschijnlijk in de volgende update komen de gouden mushrooms weer terug. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit is gewoon eventjes een handig dingetje. Namelijk, jullie zien hier een lijstje staan hoe ver je komt per minuut. Rennen 333 meter, maar als je gaat gliden of een boot gebruikt, 1200 meter. Dus dat is zeker weten sneller. En zwemmen met een pepper en normaal rennen met een pepper. Ja, jullie zien het staan. Dat is best wel handig om te weten, denk ik. En nu weet je ook dat als je een boot gebruikt, dat even snel is als gliden. Dat wist ik eerlijk gezegd niet. Goed, laten we doorgaan naar het allerlaatste dingetje. En dit is gewoon eventjes een epische kill die iemand heeft gemaakt. Ja, laten we kijken naar de clip. Prego. Later. Zij, las je kaks, Lasco.
Ja, dat is echt insane. Ik dacht in het begin van, oké, hij mist. En daarna schoot hij nog een keer, boom, raak. Echt een fantastisch schot, absoluut. Dames en heren, dit was alweer het einde van de video. Niet heel erg veel interessants, behalve dan dat de update er zeer binnenkort aan gaat komen natuurlijk. Vonden jullie het wel super nice? Dan mees je dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Dat zou heel erg gewaardeerd worden. Abonneren op dit kanaal kan natuurlijk hier beneden. En je kunt ons supporten in de item shop met de code teveelgevraagd. 5% van je aankopen gaat onze kant op. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Peace out.